Marianne Frenke debuteerde bij de World Cup op het allerhoogste niveau en haalt gelijk de finale. Ja, ja, zo kun je het zien, ja. Je staat er helemaal bij te stralen, ondanks dat je in de finale een beetje bent weggeroeid. Ja, zeker. Daar baalde ik ook wel even van, hoor. Maar ik heb alweer eventjes gesprek gehad met mijn coach en met mijn ouders. En die waren toch wel erg trots. En dan kan ik er ook alleen maar blij over zijn. Maar dat je meteen in de finale komt, blijkt. En daar blijkt uit dat je goed bent. Hoe goed ben je eigenlijk? Ja, nou, zegt u het maar. Zesde plek, ja. Nou, er zijn toppers genoeg die later medailles wonnen en die in hun eerste World Cups en WK's geen medaille, geen finale haalden. Ja, nou, er moet wel gezegd worden natuurlijk dat het geen Olympisch nummer is en dat er wat toppers niet aanwezig waren. Dus je kunt pas echt zien op een latere World Cup of op het WK, denk ik. Hoe goed is Marianne? Ja, nou ja, dus best wel goed blijkt nu dat ze gewoon de finale vaart op de World Cup. En ja, vanaf hier gaan we gewoon doorbouwen en zorgen dat ze nog meer finales en uiteindelijk nog meer kan varen. Wat zijn haar specifieke kwaliteiten? Vooral heel hard trainen en altijd in de training ook het maximale eruit halen. En mentaal heel sterk. Jouw ster is heel snel gestegen de afgelopen tijd. Nou, ik denk dat het misschien zo lijkt voor buitenstaanders. Maar ik heb gewoon, dit is al mijn vierde jaar in de skif. Ik ben gewoon langzaam doorgegroeid in het roeien. Dus we zijn niet zo heel vaak op internationaal niveau uitgekomen. Maar in Nederland heb ik een leuk trainingsgroepje waarmee we gewoon langzaam stappen aan het zetten zijn. Ja. Je was ook nog kandidaat voor de lichte dames dubbel 2, een Olympisch nummer. Dat heb je net niet gehaald. Nee, helaas. Daar had ik ook wel een beetje van. Maar het is leuk dat die twee gewoon bij elkaar blijft en dat zij het nu kunnen laten zien. En wie weet dat het later nog eens mogelijk kan, als ik stappen blijf maken. Wat zie je voor haar in de toekomst? Ik zie nog wel veel voor haar in de toekomst, ja. Ik hoop uiteindelijk een lichte damesdubbel. En misschien nog niet deze spelen, maar zeker wel de volgende spelen. Wat zijn jouw voornemens? Goede roeier worden, voornamelijk. En dan maakt het niet zoveel uit in welke boot. Kijk, natuurlijk de spelen, dat is allemaal heel leuk, maar dat klinkt nu nog een beetje ver weg. Eerst maar eens nog wat wereldbekers en WK roeien.